vind het geweldig om mensen te verzorgen. In de laatste periode dat ze hier nog op aarde leven. Met mijn team dragen we zorg voor cliënten. Dat zijn er ongeveer 18 die bij ons op de afdeling wonen. Daarbij is het multidisciplinaire team ook betrokken. Moeilijke momenten zijn dat je toch aanloopt tegen tijdsdruk. Dus dat je bepaalde dingen moet laten die wel heel belangrijk zijn voor de cliënt. Maar die omwille van tijd eigenlijk niet kunnen. Dat geregistreerd op die laptop. Bepaalde dingen zijn wel goed om te registreren. Maar dat hoeft niet bij alles. Het is nu echt gewoon over de top wat wij allemaal moeten registreren. Die tijd kun je dus ook besteden aan de cliënt. Het aandacht geven, datgene waar het eigenlijk echt om gaat. De ene heeft veel meer behoefte aan aandacht en aan intimiteit. En de andere cliënt die vindt het veel belangrijker, het lichamelijke verzorging. Maar ik denk dat elke cliënt hunkert naar aandacht en naar genegenheid. De mooie dingen die je terugkrijgt, dat je merkt dat ze gelukkig zijn en dat ze zich gewaardeerd en gezien voelen. Ik ben trots op dat ik met mijn team kan overleggen en het beste steeds weer voor de cliënt zoek. Als individu, dat ze zich ook gehoord en begrepen voelen.